Ik ben de meneer Trum. Ik ben werkzaam voor het Defensie Expertise Centrum Counter ID binnen het J-Deal. Het J-Deal is een Europees project en dat is een soort forensisch laboratorium. En in dit laboratorium dragen wij bij om commandanten van informatie te voorzien. Dat kunnen we doen door dingen die we verkregen hebben te onderzoeken. Wapens die we in beslag hebben genomen, elektronische componenten, al dat soort spullen. Als we dat gaan onderzoeken, kunnen wij zien hoe sterk een vijand is en wat het potentiële gevaar is. Om de gevonden informatie te evalueren, gebruiken we een stuk augmented reality. En in deze gebruiken we dan de HoloLens. Daar kun je doorheen kijken als een normale bril. Alleen daar wordt informatie aan toegevoegd. Dus dat krijg je als een soort beeldscherm eroverheen. Het nut hiervan is dat je de informatiewaarde die neemt toe, omdat je dat beter op elkaar kunt afstemmen. Dus de synergie uit losse delen informatie. Daarnaast is de rijkwijde van het verkrijgen van informatie wordt groter. En in een wat verdere toekomst zou je ook machine learning of artificial intelligence kunnen toepassen. Waarmee er een voorspellende gave ontstaat, omdat je dan vijandelijke scenario's zou kunnen gaan onderkennen. Ja, de mensen die we zoeken, dat zijn niet alleen militairen met een rugzak en groot breed geschouderd die geweldig kunnen sporten. Maar juist de mensen met een technische achtergrond, met de drive om zichzelf te blijven ontwikkelen en continu voorop te lopen. Want dit is een wapenwedloop met de techniek. En die uiteraard daarmee een steentje bijdraagt aan de vrede en veiligheid van ons allemaal.